Maandagmorgen brandde een schuur aan de Ooievaarstraat in Drachten volledig af. Buurtbewoners hoorden voorafgaand aan de brand een enorme explosie. Daarna sloegen de vlammen al vrij snel uit de schuur. In de schuur stonden onder andere verfbussen en brandbare vloeistoffen opgeslagen. De Drachtse brandweer, die omstreeks 16:45 gealarmeerd werd, kon via de Eibersterbek het vuur bestrijden. De buurman naast de brandende schuur kon nog op tijd zijn duiven in veiligheid brengen. De politie trof brandbare spuitbussen aan. Of de brand is aangestoken, wordt nog uitgezocht.